opgegroeid in een heel muzikaal gezin. En mijn vader was klassiek gitaarleraar, dus er was altijd wel muziek in huis. Maar waar hij eigenlijk vooral naar luisterde en waar we thuis vooral naar luisterden, was folkmuziek. En zo in contact met banjo gekomen via Pete Seeger, heel veel Pete Seeger. Één bluegrass plaat die we thuis hadden, en dat was Bluegrass Banjos on Fire. Volgens mij is het nog steeds niet helemaal bekend wie daar de banjo-speler was, maar dat was wel een legendarische plaat. Vervolgens is mijn broer veel muziek gaan maken en die kwam ook met heel veel bluegrass muziek thuis. En daar ben ik echt verliefd geworden op banjo-spel. En ik had eigenlijk nooit zelf muziek gemaakt, ook al was er overal muziek. Dus toen ik 18 werd, toen wilde ik daar wel mee beginnen. Dus toen zijn we naar Wim van der Weg gegaan. Op een of andere manier waren we toch, hadden we toch zijn naam ergens gehoord. Dus hebben we contact met hem genomen. En daar heb ik mijn eerste banjo gekocht. Een oude eco-banjo, Italiaanse banjo. Dat ding is hartstikke simpel. Eén aluminium pot en één stuk hout voor de hals. En meer is het niet, maar dat ding speelt geweldig. Klinkt als een klok. Ik ben er nog steeds een beetje verliefd op. Ik heb natuurlijk verschillende boeken aangeschaft. Vooral toen ik begon, toen ik 18 was. Het boek van Earl Scruggs. En ook toen al het boek van Pete Seeger. Waar ook echt verschillende banjo-stijlen in staan. Het is een beetje een archaïsch boek, dus ik heb er nooit veel uit geleerd of veel uit geoefend. Ik vond het gewoon te gek om het boek door te bladeren en ook de verhalen te lezen die erin had staan en referenties. Ik heb het nooit echt als naslagwerk gebruikt, maar het is toch een boek wat je in je collectie moet hebben als banjo spelen. Ik ging Bluegrass Banjo leren spelen en ik heb de Foggy Mountain Breakdown geleerd en nog wat andere dingen en Cripple Creek. En toen was ik wel heel snel de motivatie kwijt. Dus toen ik eenmaal op kamers ging wonen, toen maakte ik al geen muziek meer. Het was van heel korte duur. Tot een jaar of 6 geleden. Mijn broer ging trouwen. En ik wilde samen met mijn zus en haar man iets leuks doen. We hebben een liedje ingestudeerd. Dus toen ben ik weer banjo gaan spelen. Heb ik het weer opgepakt. En wilde ik ook weer mee verder. Maar dat bluegrass sprak me tegen die tijd toch een stuk minder aan. En ik was ook veel meer naar oldtime muziek aan het luisteren ondertussen. En dat sprak me ook veel meer aan, omdat het veel geschikter is, oldtime banjo, om gewoon lekker thuis mee te spelen en op de bank te zitten. Nou ja, aan de hand van een paar banjo boeken en veel YouTube filmpjes ben ik hard gaan oefenen en ben ik een klorhamer banjo speler geworden. Klorhamer banjo gaan spelen omdat dat zo'n geschikt instrument is om gewoon lekker in je eentje op de bank met een biertje erbij rustig te spelen en daarvan te genieten. En daar is het ook echt heel geschikt voor. En ik heb nooit heel veel met andere muzikanten samengespeeld of ook nooit in een band gezeten. Maar op een gegeven moment via een vriendin ontdekte ik wel de bluegrass community die we hier in Nederland hebben. En ben ik voor het eerst echt op Voorthuizen gaan kamperen. En daar ging wel de wereld voor me open. En ben ik steeds meer met jam sessies mee gaan doen en met andere mensen samen gaan spelen. Vooral bluegrass muziek die hier gemaakt wordt. En dan met een klorhamer banjo er een beetje tussen proberen te passen. Voor die tijd deed ik het al iets vaker, omdat ik in de Phoenix Loods hier in Rotterdam, dat is een groot oud warenhuis waar etenskraampjes en zo in zitten, ben ik samen met Loes van Schaik en met Irenea Vicari ben ik jam sessies gaan organiseren. Het was best een avontuur, want ik was nog heel groen en heel nat achter de oren. En opeens was ik sessieleider voor ervaren muzikanten. Dus dat was een heel goede les met wat ups en downs. En daar ben ik eigenlijk vooral begonnen met samenspelen met andere muzikanten. Ik heb het banjo spelen met boeken en met YouTube aangeleerd. En ik heb eigenlijk nooit een banjo leraar gehad wat dat betreft. Ik heb wel veel banjo-spelers die ik ontmoet heb en die me tips gegeven hebben en wie ik zo goed mogelijk heb proberen te luisteren. Dat zijn heel ritmische spelers, zoals Richie Stearns en John Herman. Maar ik ben zelf vooral een meer melodische oldtime banjo gaan leren. Vooral omdat ik fiddletunes op YouTube hoorde en op CD. En ik die fiddletunes wilde gaan spelen en ik ze noot voor noot ben gaan uitzoeken.
Dus ik kwam op een veel melodischere stijl uit eigenlijk dan de banjo-muziek waar ik naar luisterde. En ik heb dat ondertussen weer een beetje terug moeten schroeven. Vooral als je met een violist samenspeelt, dan heb je toch al wat andere job dan zoveel mogelijk melodienootjes spelen. Als klooihamer banjo-speler ben je toch vooral op zoek naar een goede violiste of violist die naast je zijde met wie je samen muziek kan maken. Zo voel ik dat zelf tenminste. En er zijn niet heel veel all-time violisten in Nederland. Er zijn er wel een paar. Maar het is ook een kunst op zich. Er zijn heel veel geweldige bluegrass violisten ook in Nederland. All-time is toch weer net een iets ander verhaal. Ik ben het zelf sinds kort ook een beetje aan het leren. En je merkt ook wel, het is echt een kunst op zich. Ik speel tegenwoordig vooral op een banjo die ik van mijn oom heb gekregen. Dat is natuurlijk geweldig dat hij als een soort mecenas dat heeft gedaan. En het is een bijzondere banjo die hij zelf heeft laten bouwen, omdat hij ook graag muziek maakt. Hij is gebouwd door Hugo Valken, dus een tubafoon banjo. En dat is een geweldig instrument waar ik heel veel op speel. En het is een alleskunner. Je kan er mooi, zacht en warm op spelen. Je kan er luid en stevig en fors hard op spelen. En hij klinkt altijd goed. Dat is een geweldig instrument. Deze banjo is gebouwd door Ewout Nijssen, een redelijk jonge instrumentbouwer uit Zeeland. Dit is ook een van de eerste instrumenten die hij gebouwd heeft. Ik zag hem ergens staan op een banjo-festivalletje en ik werd er meteen verliefd op. Zo'n mooi diep geluid. Hij vertelde me later dat hij is geïnspireerd door dezelfde banjo-speler als waar ik nou eigenlijk het liefst naar luister. Dat is Lucas Poole. Dat is een klooihamer banjo-speler die heel subtiel speelt en heel veel diepte in zijn spel heeft. Het is niet hard, het is niet snel, maar er zitten gewoon heel veel lagen in. Ik probeer dat tegenwoordig een beetje te emuleren, maar dat heb ik nog wel een weg in te gaan. Maar hij bouwt ook banjo's, die Lucas Poole. En die Ewout heeft zijn doel gesteld dat hij banjo's wil bouwen die een beetje net zo klinken. Dus ik heb deze banjo gekocht voor de bas. Vooral. En het is een iets kleinere banjo, het is een A'tje. Dus hij staat op iets... in toon hoger gestemd. Thank you.
Deze banjo die heeft een scoop. Mijn eerste ecobanjo die had dat ook. Dat betekent dat ze een stukje van de fingerboard weg hebben gehaald, zodat je wat makkelijker boven dat stukje kan spelen. Want hoe verder omhoog je speelt, hoe warmer het geluid is wat je krijgt. En heel veel banjo-spelers die vinden dat fijn. En ik speel ook af en toe wel zo hoog. Maar ik heb die scoop eigenlijk niet nodig. Deze banjo die heeft dat ook niet. Hij heeft best lage actie. Maar eigenlijk heb je die scoop niet per se nodig om boven het fingerboard te kunnen spelen. Ik heb deze banjo nog altijd wel aan de muur hangen. Deze is van een van de leden van de Straatklinkers geweest. En toen ik eigenlijk weer begon met banjo spelen, toen wilde ik wel een nieuw instrument na die eco. Dus toen heb ik deze banjo gekocht. Via Marktplaats gegaan. Naar Groningen gereden vanuit Rotterdam en terug om hem op te halen. En eigenlijk is het is een beetje een raar ding. Het is zo'n catalogus banjo uit rond de eeuwwisseling van rond 1900. Die waarschijnlijk toen een dollar heeft gekost en al niet heel veel waard was. Alles is schots en scheef, inclusief de frets. Maar ik vind het een heel leuk instrument op te spelen. Ik heb er nu nylon snaren op zitten, nail gut snaren. En die heb ik wat lekker laag gestemd. Dan krijg je gewoon lekker heel, heel diep donker geluid. Ik speel natuurlijk Amerikaanse muziek en ik ben nog nooit in de Verenigde Staten geweest. Het voelt een beetje raar, alsof je toch een cultuur toe-eigent waar je nooit echt kennis mee hebt gemaakt of niet echt verder een band mee hebt. Dus ik wil zeker heel graag nog een keertje naar de Verenigde Staten gaan, naar Clifton of naar Galax. Ondertussen ook wel wat connecties gemaakt in de Verenigde Staten met wat mensen die ik op kan zoeken. Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Dus een van de komende jaren zit het er zeker aan te komen dat ik een reisje ga maken naar de States.